Niels Redert, je speelt al jaar en dag voor Excelsior Maassluis. Wat gebeurt er dan als je te horen krijgt dat PSV uit die bekerloting is gekomen? Ja, dat is natuurlijk hartstikke gaaf. Je hoopt natuurlijk wel eigenlijk op een top 3 club. Omdat je dan je thuis probeert te gaan voetballen en dat je duizenden mensen je aankomen moederen. Is dat iets wat de mooiste wedstrijd in jouw leven gaat zijn? Of heb je wel eens iets vergelijkbaars meegemaakt? Ja, we hebben hier Feyenoord op bezoek gehad, we hebben hier AZ op bezoek gehad. Dat was heel gaaf. Maar dit is ook wel voor het echtje ook. Dat waren oefenduels. En nu speel je voor de KNVB-beker tegen PSV. Dan speel je vanavond tegen Jong Feyenoord. Was dat bewust een beetje een opwarmertje? Enigszins qua niveau of helemaal niet? Ik denk dat PSV een niveau of 3 of 4 hoger ligt. Dus ik denk, ik hoop niet dat het een opwarmertje was. Maar ja, kijk, je weet wel dat je tegen PSV het heel lastig gaat krijgen. Maar je hebt wel een kans. En waar zit die kans dan in? Want daar wilde ik uiteraard ook naar vragen. Nou ja, kijk, je moet wel gewoon eerlijk zijn. Als je heel lang de nul houdt. En PSV zal niet in paniek raken. Maar dat ze misschien wat meer risico gaan nemen om toch te forceren dat ze binnen 90 minuten proberen te winnen. Ze hebben een Champions League wedstrijd. Ze spelen tegen Ajax uit in diezelfde week. Misschien laten ze wat andere jongens spelen. Misschien heb JP de dag van zijn leven. Hebben onze verdediging de dag van zijn leven. En scoren wij misschien wel de 1-0. En denk je dat het hier nog kan spoken op dit sportpark eigenlijk? Ja, dat kan het zeker. Absoluut. Dat heb je vorig jaar ook gezien tegen Heracles. Waar je hem in de verlenging hebben verloren helaas. En je ziet zo, mensen winnen je, of clubs winnen je niet vaak. En ook niet makkelijk. Hoe ga je die wedstrijd beleven, denk je? Is er ook al wat meer spanning of heb je daar helemaal geen last van op zo'n dag? Nee, ik denk je vooral moet genieten. Je moet realistisch zijn dat je heel weinig kans maakt. Maar je gaat er wel voor. Dus daar geniet je alleen maar van. Alleen je moet wel volledig focus hebben. Want het kleine procentje welke kans je hebt, die moet je wel proberen aan te grijpen. Je zei al, ze spelen een Champions League programma. Ze spelen tegen Ajax uit. Heb je dan liever zoiets van, stuur maar een B-team. Of speel je toch gewoon liever één keer in je leven tegen Lozano en De Jong en noem maar op? Nou ja, eigenlijk wel ja. Dus tegen volle sterkte. De jongens die hebben niet zoveel zin denk om hier te voetballen. Als je eerst Ajax uitspeelt, daarna Barcelona uit volgens mij. Ja, dan moet je Excel, als je Maassluis uit, daar word je niet gemotiveerd van, denk ik, als fulltime prof in de top. Dus laat maar met volle sterkte komen. Heb je al enigszins een idee op wie jij zou kunnen te komen staan? Ja, een van de vele hele goede middenvelders, dus daar heb ik geen idee van, nee.